Hey guys! Het is nu 6 uur 's avonds op zaterdag, maar ik had ineens zoveel zin om te vloggen. En ik heb volgens mij echt nog nooit gevlogd op zaterdag dus. Maar ik ben alleen thuis en ik dacht, ja, ik ga jullie gewoon even meenemen in mijn very interesting Saturday night. Nee, grapje, ik ga echt niks doen. Ik ben nu dus alleen thuis op zaterdagavond en ik heb eigenlijk ook niks gepland voor vanavond. Ik had al wat gepland, maar het ging eigenlijk niet door omdat ik echt moet leren, want ik heb volgende week tentamens. En ik heb echt achterlijk weinig gedaan. Maar er is dus niemand thuis om tegen te praten. Dus nu ga ik tegen jullie praten. En ook gewoon, ik wil echt alles doen, behalve leren voor mijn tentamen. Dus. Ik heb twee opties voor het avondeten en het is echt een contrast. Ik heb of vegetarische balletjes en ik heb nog van die courgette pasta en dan kan ik er een soort van pasta saus van maken. Of biefstuk. En ik heb ook wel zoiets, het is weekend, treat yourself. Dus ik denk dat ik gewoon biefstuk ga maken. Ik heb alleen echt nog nooit biefstuk gemaakt. Dat is echt zoiets wat dan Joey al leuk vindt om te doen en ik dan zoiets heb van... ik eet wel op. I don't know how that will go. Ik wil gewoon heel graag deze frietjes eten. Dit zijn van die krulfrietjes voor in de oven. En het is echt best ooit. Dus ik ga het denk ik gewoon proberen. Kan toch niet super moeilijk zijn. We hebben ook nog broccoli. Dus healthy queen dat ik ben. Ga ik die er ook even bij koken. En dit moet volgens mij best wel lang in de oven. Dus die ga ik er nu al even in gooien. Ik heb dus woensdag mijn eerste tentamen, maar het besef dat het zo dichtbij is, is er dus nog niet echt. Ik moet echt stress hebben om goed te kunnen leren en dat is zo kut. Ik wil gewoon die motivatie om gewoon gelijk goed te kunnen beginnen en bij te houden, maar het zit er gewoon niet in. Soms voelt het ook een beetje alsof ik niet echt weer een opleiding doe of zo. Ik ben er gewoon zo weinig mee bezig en ik heb echt nog nooit in mijn leven die instelling gehad van het komt wel goed en nu denk ik echt ja... Het kan me echt gewoon niet zoveel schelen. Dat is ook wel een beetje omdat het tot nu toe wel altijd goed is gekomen. Soort van. Ik heb tot nu toe echt bijna al mijn tentamen gehaald op eentje na. In 2 jaar. Dus het komt ook altijd wel goed. Maar zo moet ik zeg maar niet een tentamenweek ingaan. Ik moet wel echt leren, anders haal ik het wel gewoon echt niet. Maar goed, in een weekend die ik dus vrij plan om te leren. Ga ik gewoon alles doen wat niet leren is. Like, een video opnemen. Al echt allemaal shit die ik niet moet doen. Ik doe nu trouwens echt maar wat. Ik laat die pan denk ik gewoon heel warm worden en dan... boter en die biefstuk erin, als dat heet is. En dan 2 minuten per kant. Nou, dat moet lukken. Ik vond eerst school echt zo leuk. En ik vind mijn opleiding nog steeds echt leuk. Ik ben letterlijk in een week meer aan het editen dan aan school aan het werk. En dat is echt not okay. De motivation is even heel laag. Je kan het eten helemaal niet zien, maar... Ik film eigenlijk nooit in het weekend. Ik wil heel graag een video opnemen van wat ik eet in het weekend of... Gewoon spend the weekend with me. Maar het ding is, ik werk dus nog bij een sportschool. En ik moet dus elke zaterdagochtend van 7 tot 3 uur 's middags werken. Dus er blijft zeg maar niet heel veel weekend meer over. En meestal denk ik er ook echt niet aan. Dan ben ik helemaal echt niet zoveel bezig met social media en school. Eigenlijk met niks. Meestal chill ik gewoon in het weekend. Of ben ik leuke dingen aan het doen met vrienden of met Joey. Ik ben dus zo slecht in het plannen als ik aan het koken ben. Van, de broccoli is nu al bijna klaar. En de rest nog niet. Oké, okay, there we go. Als het mislukt is het echt kut, dan moet ik alleen broccoli en friet eten. Oké. Okay. Ik ga gewoon de tijd timen, we'll see. 2 minuten klinkt eigenlijk echt lang. Zou ik het gewoon op gokken? Normaal vind ik hem iets rooier lekkerder, maar het is wel oké. Okay. De frietjes zijn bijna klaar. Ik hou dus echt van mayonaise. En voor een beetje de minder slechte mayonaise vind ik deze echt het allerlekkerst. En hier zitten dus maar 100 calorieën in per 100 milliliter. En dat is echt best wel weinig. Oh, ik heb heel veel gemaakt. Oké, het is echt heel erg veel. Maar het ruikt wel echt mega lekker. Heel erg klaar van knoei. Ik had het net al in mijn Instagram story gezegd, maar ik heb dus een soort van rugblessure. En ik baal er echt zo van. Ik weet niet eens of het echt een rugblessure is, maar mijn onderrug is gewoon echt mega stijf. En ik was naar de fysio geweest en die zei ook, ja, waarschijnlijk is het gewoon omdat je te weinig stretcht en gewoon te weinig focust op mobiliteit. En daarnaast wel gewoon heel zwaar traint. Of in ieder geval gewoon boven bodyweight, zeg maar, squat en deadlift. Maar nu mag ik dus nog 2 weken geen compound oefening doen en ik blijf ook een beetje weg van zwaar gewicht. En ik heb net dus hier een soort van stretch yoga workout gedaan.
En ik vind dat eigenlijk best wel chill. Ik wilde sowieso wat leniger worden. Alleen het zit gewoon niet helemaal in mij dat ik heel lenig ben van mezelf. Dus ik moet er echt heel veel moeite voor doen. Maar ik vind dat yoga toch best wel chill. Ik ga dat even gewoon een paar keer doen. De komende 2 weken gewoon om de dag of zo. En daarbij gewoon een beetje lichtsport. En ik heb dus gisteren voor het eerst pilates gedaan. Dat vond ik ook echt leuk. Ik voelde me echt een sukkel in die les. Want ik kon dus echt helemaal niks. En ik ben echt zo stijf als een hark. Het is wel echt een manier om een soort van tot jezelf te komen ofzo. Met trainen is dat ook, maar het is wel anders. Pilates is heel erg met ademhaling. En je bent echt even helemaal bij jezelf. Maar ja, ik doe gewoon wat ik kan. Dus dit is je teken. Dat als je ook veel sport, dat je echt moet gaan letten op je mobiliteit. Goed stretchen. Niet lak zijn met stretchen. Niet zo weer naar huis gaan naar je workout. Want het is gewoon echt heel belangrijk. Mijn MacBook doet het trouwens gewoon nog, hè. Ik was zo bang dat hij niet meer aan zou gaan. Als je het niet gezien had, ik had dus koffie over mijn MacBook heen gegooid. Echt super dom. Ik heb ook vandaag mijn vlucht naar Nina geboekt. Echt zo leuk. Ik ga dus in mei nu 5 dagen naar Nina in Madrid. En ik heb er echt zoveel zin in. Ik ga in de zomer waarschijnlijk ook op vakantie met een vriendin. Ik wil gewoon meer ervaring opdoen. Ik wil gewoon spontaan even ergens heen gaan of zo met iemand. Of alleen. Dat lijkt me echt zo leuk. Eerst had ik echt nooit gedacht dat ik zo'n behoefte zou hebben aan reizen en nieuwe dingen ontdekken. Ik zei ook altijd, ik ben niet echt een wereldreiziger. Ik hoef niet echt te backpacken. Maar de laatste tijd heb ik juist iets, want het lijkt me zo gaaf om allemaal nieuwe dingen te ontdekken. Ik heb gewoon het idee van, ik kan overal doen wat ik hier eigenlijk ook doe. Want mijn school is nog vooral online en anders wordt alles opgenomen. Dus ik kan eigenlijk overal zijn waar ik wil en dan gewoon aan school werken. En ook mijn social media natuurlijk. Dus nu hebben we een soort van afgesproken dat we een keer met z'n tweeën gewoon voor een langere periode ergens heen willen. Dus gewoon een maand naar Bali of Thailand of Mexico. En dat lijkt me echt zo leuk om samen te doen. Deze video is zo random. Ik weet nog niet of ik hem online ga zetten. Ik dacht dat het echt veel te veel was, maar ik heb het echt allemaal opgegeten. Ik heb trouwens zo leuk nieuws, jongens. Ik heb het nog helemaal niet op Instagram gezegd. YouTube heard it first. Ik ben vanaf nu dus influencer van My Protein. What even is life? Ik heb mijn eerste bestelling ook nog niet eens binnen. Maar ik ben gewoon zo excited hiervoor. En dat dan zo'n merk aan je vraagt of je met hen samen wil werken is echt bizar. Dus ik ben echt helemaal blij. En dat betekent dat ik ook mijn eigen code heb. Dus je kan de code Noortje gebruiken bij mijn protein. En dan krijg je dus extra korting op je bestelling. Dat is mijn very exciting announcement voor nu. En als je dan denkt, wat moet ik dan bestellen? Wat is lekker? Ik heb dus nog niet mijn bestelling binnen. Maar alleen nog wat ik thuis al had staan. Maar dit, jongens, ik heb het al heel vaak laten zien. Dit is echt de allerlekkerste Clear Whey smaak ever. Clear Whey is eigenlijk gewoon eiwitpoeder wat niet op melkbasis is. Dus wat betekent dat het niet zo'n dikke melkachtige smaak heeft. Maar dat het echt een soort sapje wordt. Mijn is ook al bijna op alweer. Oké, ik heb besloten dat ik nog 1 ding mag doen. En daarna mag ik niks meer anders doen dan leren. Maar ik ga nog even naar de supermarkt een ijsje halen. Want ik heb er zoveel zin in. En ik had er gisteren ook al zoveel zin in. Maar toen heb ik het niet gedaan. Dus nu mag het van mezelf. I'm back. Ik heb deze gehaald en die heb ik echt al zo lang niet op. Het is dat koffieijs van Hertog Jan en deze is echt zo lekker. Die was eerst echt al mijn favoriet. Heerlijk. Dit zou ik echt elke dag kunnen eten. Ik ben denk ik serieus wel in de mood om te leren nu. Ik denk dat het gewoon echt heeft geholpen dat ik even lekker kan praten. Want ik had dus ook al de hele dag gewerkt. Dus het is niet alsof ik allemaal leuke dingen heb gedaan. Maar ik heb echt zo'n gevoel dat ik nu wel lekker door kan leren. Misschien is het echt de saaiste video die je ooit hebt gezien. En als je tot hier hebt gekeken en je bent nog niet geabonneerd, abonneer even nu. Als je dit leuk vindt, vind je echt allemaal andere video's ook leuk. Ik ga nu echt lezen, dus thanks for hanging out with me. Abonneer, geef deze video een like, reageer iets, you know the drill. I hope you enjoyed it. En ik zie jullie heel graag de volgende keer weer.